wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog. Ik ben weer lekker op dreef met de shoplog. Zoals jullie weten, ik hou van kleding, ik hou van shoppen. Dus ik heb vandaag voor jullie weer een shoplog. Zoals jullie aan de titel hebben kunnen zien, heb ik een mega bestelling geplaatst bij Naked. Naked is echt een van mijn favoriete webshops. Zoals altijd heb ik een kortingscode. Ik zet de linkjes in de beschrijving. Dus ja, ben je nog op zoek naar leuke zomerkleding? Misschien wat inspiratie voor de festivals. Want dat gaat natuurlijk ook allemaal weer door. Daar heb ik echt zo ontzettend veel zin in. Dat is echt niet normaal. Ben je benieuwd naar inspiratie, naar de items? Blijf dan zeker kijken. En dan gaan we maar gelijk beginnen met de video. Ik heb echt een mega zak binnengekregen van Naked. Ik heb echt heel veel leuke items. Ik heb er ook al een aantal gedragen. Ik doe ook eventjes aanbeelden bij elk item. Dus ik ga gewoon maar beginnen, denk ik. En ik ga denk ik beginnen met mijn favoriete item. Dit is echt zo'n ontzettend mooi jurkje. Ik heb deze ook aangehad op mijn TikTok. Dat was deze video en toen kreeg ik er ook echt heel erg veel vragen over. Maar dit is dus het jurkje. Hij is zwart. Hij is best wel laag uitgesneden bij je borsten. Of bij het decolleté bedoel ik. En hij heeft van die elastieke bandjes. En hij heeft een heel erg mooi relief, ja, een soort van patroontje in de stof. Het is echt heel mooi. Best wel een luchtig stofje, niet heel erg zweterig. Ik draag er zelf altijd wel een beetje zo'n bikershort onder. Als hij dan omhoog waait, dat je dan niet gelijk je kont ziet. Maar dat is dus deze. Ik vind deze echt mega leuk. Ik hoop dat ze deze in meerdere kleuren hebben, want dan ga ik die ook bestellen. Ik heb deze in een maat 34. Echt heel erg blij met deze. Het is een heel chic jurkje, maar ook weer wat stoerder als je het bijvoorbeeld draagt met Dr. Martens. Dus dat is deze. Ik heb echt zo ontzettend veel leuke items. Ik denk dat dit een van de leukste shoplogs is die ik ooit heb gemaakt. Omdat ik zoveel leuke items heb. Oké, ik ga verder met dit jurkje. Deze is ook echt heel cute. Ik zag dit op het model en ik dacht, dit moet ik hebben. Ik vind oranje trouwens echt een mega toffe kleur. Ik weet niet of het mij helemaal mooi staat. Maar als ik straks nog wat bruiner ben, dan staat het sowieso ook wat mooier. Maar dit is dus het jurkje. Hij heeft van die plooitjes aan de binnenkant. Gewoon met van die knoopjes. Hij heeft een mooi kraagje. En het stofje is echt heel erg fijn. Het is lekker luchtig ook. Kijk, ik weet niet of je het kan zien, maar er zit een soort van glittertje doorheen. Het is echt heel subtiel, maar ook weer heel erg mooi. Ik heb deze in een maat XS. En ja, ik weet niet, dit steltje van deze jurk is sowieso nu wel in. En ik vind deze echt heel erg mooi. En wat ik fijn vind, die mouwen zijn extra lang. Waardoor je het zo een beetje over je handen kan dragen. Ik weet niet, ik vind dat altijd wel heel erg mooi staan. En hij is ook niet super kort, dus dat is heel erg fijn. Dus dat is deze. Dan heb ik nog een jurkje besteld. Ik draag eigenlijk bijna nooit jurkjes. Ik ben meer een persoon die broekjes draagt, zoals nu ook. Maar ik weet niet, ik vind jurkjes ook wel altijd heel erg leuk staan. Ik voel me er altijd wel iets minder comfortabel in. Maar zoals ik net al zei, als je er gewoon iets van een broekje onder draagt, dan vind ik het niet heel erg. Maar ik had niet super veel jurkjes, dus ik dacht ik bestel er gewoon een paar. En zo ook heb ik dit schattige jurkje besteld. Dit is echt zo cute als je bijvoorbeeld in de avond uit eten gaat, met leuke slippertjes eronder. Het is echt zo'n schattig jurkje. Hij heeft van die roesjes en een soort van bloemenplantenprintje of zo. Heel erg mooi. Deze hebben ze volgens mij ook in heel veel andere kleuren. Dus als je deze niet leuk vindt, hebben ze ook nog andere. Er zit trouwens aan de zijkant een rit, zodat je er wat makkelijker in komt. Want ik dacht al, ik kreeg hem echt amper over mijn hoofd heen of over mijn lichaam heen. Maar er zit dus gewoon een rits aan de zijkant. Ik heb deze in een maat 34. Echt mega cute. Je kunt de bandjes trouwens ook nog gewoon verstellen. Hij loopt zo lekker flowy uit. En er zit trouwens ook nog een onderrokje onder. Dus dat is ook echt heel erg fijn. Nou, hetzelfde geldt met rokjes. Ik draag gewoon liever broekjes. Maar ik dacht, ik bestel toch maar rokjes. Dit is het rokje wat ik heb besteld. Het is gewoon zo'n simpel flowy wit rokje. Zoiets had ik gewoon niet. En het is wel iets wat ik soms zie. En dan denk ik, dat moet ik ook hebben. Dus ik dacht, ik bestel het. Deze heb ik in een maat 34 ook. Deze is van de Pamela X NA-KD collectie. Wel heel erg cute. Hij schijnt... Nee, niet door, want er zit volgens mij ook nog een ander rokje onder. Ja, er zit nog een onderrokje onder. Dat is wel echt super chill. Oh, ik heb nog een jurkje. Deze vind ik ook zo cute. Dit is ook echt zo'n typisch zomers jurkje als je dan nog even op het terras gaat zitten of zo. Het lijkt nu gewoon een soort van lapstof, maar het is dus een soort elastische band. Het is een beetje zo'n bandeau iets. Deze kun je gewoon wel nog strikken met bandjes. Je kunt ze ook naar binnen stoppen als je hem gewoon off-shoulder, of nou ja, hoe zeg je dat? Gewoon als een bandeau wil. Oké, er kwam een ander pakketje binnen. Oké, waar was ik gebleven? Bij dat jurkje. Oh, die ligt hier. Wat ik wilde zeggen, je kunt hem dus ook zonder die bandjes dragen als je hem gewoon naar binnen doet. Wel heel erg cute. Ja, dus dat is deze. Hij schijnt ook niet door. Hij is super elastisch. Ik heb deze in een maat 34 en hij is ook niet super kort. Dat vind ik ook echt fijn. Want ik heb best wel een lang bovenlichaam en vaak als ik jurkjes aan heb dan zijn ze vrij snel te kort. Maar dat is bij deze dus niet zo. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus dat is deze. Heel erg leuk. En dan heb ik een soortgelijk topje. En ik denk dat dat ook wel leuk zit op dat witte rokje. Deze kun je ook dus zelf zo strikken. Dat vind ik zo schattig. Maar ook bij deze geldt hetzelfde. Je kunt ze ook naar binnen stoppen en dan zie je die bandjes niet. Maar dat is dus deze. Ik moet deze nog even strikken. Maar het is dus ook zo'n topje met van die elastische dingetjes. Heel erg schattig. Ik heb deze ook in een maat 34 geloof ik. Ja, heel cute. Het is ook wel een lekker luchtig stofje. Het klinkt alleen een beetje gekkig of zo. Maar ik denk ook wel dat het heel erg lekker zit omdat het gewoon zo lekker elastisch is. Normaal ben ik nooit echt van de tuttige topjes en bloemenprintjes en dat soort dingen. Maar de laatste tijd vind ik dat wel echt heel erg leuk. Maar dit is dus het topje. Hij heeft van die pofmouwtjes. Ook heel schattig. En je hebt dus hier aan de voorkant zo'n strikje. De zon gaat ineens heel fel schijnen. Ik hoop niet dat het overbelicht is. Maar dat is dus deze. In de middel heeft hij ook weer zo'n elastiek effect. Dat zit ook gewoon echt super chill. En dus van die ruffeltjes. Dus het is een beetje moeilijk te laten zien. Maar ik hoop dat je het bij de aanbeelden wat beter ziet. Echt mega schattig. En ik hou ook de laatste tijd heel erg veel van de kleur geel. Zoals je kan zien. Dus dat is deze. Dit gele topje. Oh ja, dan heb ik nog een mega leuke bikini uitgekozen. Ik heb hem al aangehad naar het strand. En toen kreeg ik er ook al een aantal vragen over. Ik zal wel even de top als eerst laten zien. Dat is namelijk deze. Ik vind deze kleur echt geweldig. Je lijkt hier ook best wel bruin in. Dit is de top. Het is zeg maar zo'n bikini met een beugel. En dan heeft hij een soort van ja, stof over. En hier gaat dus je tiet in. Ik heb zelf niet echt grote borsten. Dus het vulde niet echt op. Wat ik wel jammer vond. Want op het model vond ik het wel echt heel erg mooi staan. Bij mij zag hij er iets anders uit. Op zich niet verkeerd. Maar ik weet niet. Bij kleine borsten vind ik dit wel iets minder mooi. Tenminste bij mezelf. Je kunt de bandjes gewoon nog verstellen. Ik heb deze trouwens in een maat XS. En je kunt de achterkant ook verstellen. Of nee, je kan hem zelf haken aan het dingetje waar je hem wil. Dus je kan hem of los of strak doen. Goed verhaal. Dit klonk heel onlogisch. Maar oké. Mega leuk bikini topje dus. Ik vond vooral het broekje echt heel erg leuk. Dat was deze. En ik weet niet of je het zo een beetje goed kan zien. Maar hij heeft dus van die strikdetails. Kijk, dan heb je hier een open gedeelte. Dit kun je strikken. Je kunt hem zo strak of los doen als dat je zelf wil. Het is niet per se een cheeky broekje. Het is wel gewoon meer echt een bedekkend broekje. Ik hou zelf wat meer van een stringmodel. Zodat je kont ook nog een beetje bruin wordt. Maar op zich, bij deze vond ik dat niet heel erg storend. Dus ja, dat is deze. Ik vind de kleur sowieso mega leuk. En ik vind de bikinis van Naked altijd echt heel erg fijn. Die stof is gewoon echt lekker dik. Er zit trouwens geen vulling of zo in. Maar dat is ook niet echt nodig. Dus ja, echt een hele fijne bikini. Dus dat is deze. Oh ja, dan heb ik een broek uitgekozen. En ik zag deze op het model en er hoorde ook een jasje bij. En ik twijfelde nog, zou ik het jasje er ook bij bestellen? Uiteindelijk niet gedaan. Wel echt spijt van, want ik vind de broek echt super tof. Waarschijnlijk zie je het al. Dit is het printje. Heel tof. Oh, ik heb hem al gepast, dus vandaar dat die rits niet dicht zit. Maar hij is van de Chloe Monchamp collectie. Vaak bij Naked bestel ik altijd een 34 van de broeken. Maar ik denk dat ik bij deze zelfs een 32 nodig heb gehad. Even ter vergelijking. Ik heb vaak bij de Zara maat 36 bij de broeken. Maar deze zit best wel heel erg baggy. Ik denk ook wel dat het model is. Maar ik vind een 32 denk ik net iets mooier. Maar hij staat echt niet verkeerd. Hij is ook echt mega lang. En zoals jullie misschien weten, ik ben 1,77 meter. Ik heb echt super lange benen. Broeken zijn vaak echt veel te kort voor mij, wat ik echt super jammer vind. En bij Naked heb je vaak ook wel wat langere broeken, dus dat is ook echt heel erg fijn. Deze ook echt mega lang, dus deze zit echt top. En ja, ik weet niet, dat printje vind ik zo tof. Het is niet echt een kleur blauw wat ik normaal snel zou bestellen. Maar omdat dat printje erop zit, vind ik hem toch wel wat leuker. En ze hadden die dus ook in het wit. Dus die heb ik ook besteld. Want die zag er echt zo ontzettend lang uit. Dus ik dacht, ik probeer dit gewoon. Het is dus gewoon een wide leg, zoals je kan zien. Maar deze is echt totaal niet even lang als die blauwe. Dus daar baal ik wel echt van. Terwijl het hetzelfde model is. Dus dat is wel gek. Ik heb deze ook dus in een 34. Verder staat hij wel gewoon leuk. En ik was nog gewoon op zoek naar een simpele witte broek. Deze is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Wel heel erg mooi. Sowieso de broeken van Naked zijn heel erg fijn. Die stof is echt zo lekker dik. Dus het is ook wel echt gewoon kwaliteit wat je koopt. Maar ja, heel gek dat ze niet even lang zijn. Maar dat gebeurt wel vaker. Ik heb dat ook wel eens bij de Zara of bij Stradivarius. Dus ja, dat is deze broek. Een mooie witte broek. Als je iets korter bent of gewoon wat kortere benen hebt, dan past deze waarschijnlijk sowieso. Nou jongens, ik heb nog meer items. Ik heb echt nog nooit zoveel besteld, ook bij Naked denk ik. Oh ja, deze blouse. Deze vind ik ook echt heel leuk. Ik had deze laatst aan en zo fijn. Dit is ook echt zo'n chill stofje als het warm is. Als je dan bijvoorbeeld zo'n topje aan hebt en je wil er toch nog wat overheen dragen, dan is zo'n blouse echt perfect. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is een soort van linnenachtige stof. Hij is beige met een streepje. Heel cute. Ook heel erg leuk om te combineren dus met beige. Ik heb deze wel in de maat 38 besteld, zodat hij iets groter viel. Hij is niet super oversized. Dus voor mij dan bedoel ik, hè. Want ik kreeg vorige keer een comment dat 38 niet oversized hoort te vallen. Maar ik heb vaak een 34, 36. Dus als ik dan een maatje groter bestel, dan is het voor mij oversized. Dus laat ik het daar even bij houden. Maar in ieder geval dit superleuke blouseje dus. Een maatje groter besteld. En ja, heel erg leuk ook voor over je bikini als je naar het strand gaat. Dan heb ik nog twee laatste items. En onder andere dit leuke topje. Ik zag deze en ik dacht, dit is echt perfect voor onder een blazer of onder zo'n wrapvestje. Ik vind dat zo leuk. Maar dit is dus een hemdje en dat heeft allemaal kant. Hij loopt best wel ver door naar beneden, zoals je kan zien. Hij is trouwens van de Kim Veenstra collectie. Hij was in de sale, dus misschien nu ook nog wel. Ik heb deze in een maat 34. Maar ja, ik dacht, als je dit gewoon draagt onder een mooie blazer, dan staat het ook weer schattig, maar ook wel weer wat chiquer. Ja, ik weet niet. Ik vond deze wel echt heel erg leuk. Ik vind het stofje alleen wel iets minder. Het is een beetje zo'n synthetisch stofje. Krijg je snel statisch haar van. Dat is wel echt vervelend. En dan als laatste heb ik nog een rokje. Deze is ook echt heel erg leuk. Dit is ook weer meer voor het uitgaan en zo, als dat weer binnenkort mag. Maar dit is dus het rokje. Hij heeft zo'n gedrapeerd effect in het midden. En van die ruffeltjes aan de onderkant. Echt heel erg leuk. En ik heb dus zo'n topje van Naked. Ik weet niet of hij erbij hoort. Maar ik dacht dat hij daar wel leuk bij zou staan. Maar dat is dus zo'n one shoulder topje. En die heeft ook zo'n gedrapeerd effect. Dus ik denk dat ik dat een keer met elkaar ga combineren. Om te kijken hoe dat staat. Ik denk dat het wel echt heel erg tof staat. Maar dat is dus deze. Het rokje zelf is wel iets langer dan ik normaal ben gewend. Ik heb hem in maat 34. Op zich ook wel chill, want dan zie je niet gelijk je kont. Dus ja, dat is dit rokje. Heel erg leuk. En dit was het laatste item. Ik heb echt nog nooit zoveel items besteld bij Naked, denk ik. En ook echt allemaal mega leuk. Zoals ik aan het begin van de video al zei, dit is denk ik de leukste shoplog die ik ooit heb opgenomen. Want ik vind alle items heel erg leuk. Ze vallen ook niet tegen. Soms heb ik wel eens dat ik items bestel en dat ik dan denk van, toch niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Maar dat heb ik echt totaal niet op dit moment. Dus ja, ik ga nu nog even de aanbeelden filmen. Die hebben jullie hierover al gezien. Dus ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je gaat shoppen bij Naked, vergeet dan niet mijn code te gebruiken. Die zet ik ook nog even in de beschrijving. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En dan hoop ik jullie weer bij de volgende te zien. Doei!